En ik fietste naar huis. En onderweg naar huis dacht ik, dit gelooft niemand. Maar ik heb de beelden, ik kan het laten zien. Ik noem mezelf niet echt een natuurfotograaf. Ik zeg altijd van, ik maak foto's in de natuur. Nou, dit is de brug waar ik de wolf heb gespot. Ik stond hier omdat ik reeën had gefotografeerd. Een kennis van mij kwam eraan fietsen. Die waren daar aan die kant wezen fietsen. Oh, zes, stop, zes, ik moet je even wat vertellen. Wij hebben toch wat gezien? We hebben een wolf gezien. En ik keek eraan, ik zei, was het geen herdershond? 100% een wolf, zes. Dus ik ben er nog helemaal beduusd van. Dus ze zat heel opgewonden mij dat verhaal te vertellen. Toen haar man zei van, dames, kijk, daar loopt hij. En ik had de camera nog in de handen. En met zag ik hem ook lopen. Dus toen hebben we de wolf hebben we helemaal gevolgd. Die liep helemaal gewoon in de rechte lijn. Liep hij helemaal tot richting de Duitse grens. Ik heb een paar foto's gemaakt. Ik heb gelijk een film aangezet. Want met de film kon ik het net even wat duidelijker krijgen. En ik heb de hele tijd gefascineerd naar dat beeld zitten kijken. Van jeetje, we zien een wolf. We zien echt een wolf. Want ik kon aan het loopje zien dat het geen herdershond was. Want een hond die struint vaak. Die wolf liep gewoon in een rechte lijn. Dat was heel apart om te zien. Toen ik door mijn camera keek om die wolf te filmen, bleef ik gewoon op mijn schermpje kijken. Want ik wilde natuurlijk zo goed mogelijk die wolf in beeld houden. Dus ik heb ook verder niet het veld ingekeken. Dus ik heb het via het schermpje gezien. En toen ik daarmee aan het filmen was, dacht ik van dit gelooft niemand. Dit gelooft niemand. Dat was zo bijzonder. Ik denk, ik moet zorgen dat ik het goed vastleg. Want dan kan ik dat navertellen. Ik kan het later zien. En mezelf overtuigen dat ik een wolf heb gezien. Dat was zo bijzonder. Ja, echt. Ik kan niet anders zeggen. Dat was een heel bijzonder moment. Ik hoorde later dat de eerste vastgelegde wolf in Nederland was. Was ik me helemaal niet bewust. Want ik dacht dat er veel vaker in de omgeving wolven gespot waren. Maar kennelijk was ik er gelukkig om het vast te leggen. Dus ja, en toen heb ik het ook op Vroege Vogels geplaatst. En daar kreeg ik zoveel leuke reacties op. Maar ik was echt stom verbaasd dat het... Ja, dat ik dan de eerste was. Ik denk, nou, heb ik dan weer meegemaakt. Ja, dat was zo'n geweldige ervaring. Dat vergeet je nooit meer.